We gaan nergens. Dat was het duidelijke standpunt dat het bestuur van de Bond van Personeel bij de SLM, BPSLM, gisteravond heeft ingenomen. Dit besluit is met luid applaus ontvangen. De Bond heeft een spoed-ALV belegd in het C47-centrum, naar aanleiding van de ontstane situatie in de verhouding tussen het bestuur en de directie. BPSLM-voorzitter Robbie Maaien hield de redelijk opgekomen leden voor dat de directie hen had uitgenodigd voor een open gesprek dat gistermorgen 11 uur zou plaatsvinden. Wat is ons verbazing? Terwijl we in voorbereiding zijn na de meeting van vanmorgen, dan krijgen we 12 november een schrijven van de directie. Van dat wij per 30 november de bondskamer moeten ontruimen. Ik kan u zeggen, we zijn sinds 1987 gehuisvest op de locatie. We hebben renovaties gepleegd. We hebben uitbreidingen gepleegd. En wij weten dat er nationale wetten en internationale conventies zijn, waarin is aangegeven dat de werkgevers de bonden moeten faciliteren. En de locatie waar de bond gehuisvest is, is een zeer belangrijk punt daarin. Want van daaruit moet je je werk kunnen doen. Daar moet je je leden kunnen ontvangen. Maaien hield de leden verder voor dat de directie de ruimte niet nodig heeft om haar bedrijfsvoering te doen, maar meer om de bond te pesten. Ze willen het conflict in stand houden, zodat ze niet met de bond hoeven te overleggen, gaf de bondsvoorzitter aan. Vooral ook omdat de directie zou hebben aangegeven dat de CAO een sta in de weg is, zegt Maaien. De bond heeft daarom de directie een ultimatum gesteld tot vrijdagmiddag 14 uur. Hebben wij het goed, voor alle duidelijkheid, wanneer ik aangeef dat wij aanvoelen dat wij u volledige steun hebben. Dus ze krijgen een schrijven met een ultimatum vrijdag 14.00 uur. Dat betekent vrijdag aanstaande. Morgen krijgen ze een schrijven. Vrijdag aanstaande 14.00 uur. U begrijpt daaruit dat u standby moet zijn. Want als ze zich daaraan niet houden, gaan we in actie. De BPSLM heeft naar zeggen van C47-voorzitter Robbie Berenstein de volledige ondersteuning van de vakcentrale. Hij benadrukte dat deze kwestie een bloedserieuze zaak is voor C47. Berenstein adviseerde de bond niet tot ontruiming over te gaan. U gaat nergens. U gaat nergens. Dat gebouw of die ruimte is tot stand gekomen door strijd, door overleg. Overleg. Er is een bepaald model ontwikkeld binnen het bedrijf. Het harmoniemodel. Ja? Het harmoniemodel is ontwikkeld. Ja? En die ruimte heeft zijn waarde getoond. Niet alleen voor die vakbond, maar voor het bedrijf. Een CAO is niet alleen voor een vakbond, is ook voor het bedrijf. Het samenstellen van die CAO vindt plaats in het bondcentrum. Dus hij heeft zijn waarde getoond voor die arbeidsverhoudingen. Robbie Berenstein, voorzitter C47. Voor de vakcentrale is deze kwestie zo ernstig dat er voor aanstaande vrijdag een spoedassemblee bijeen is geroepen, waarbij de lidorganisaties geïnformeerd zullen worden over dit gedrag.